Hallo, goedenavond. Wij gaan 10 scènes over ons leven spelen. 1. Voorzichtige, duizelingwekkende contouren van de spiraal der negativiteit. Dit is het begin van de voorstelling. Of, nee, dit is niet het begin van de voorstelling. Het begin van de voorstelling gaat zo beginnen. Maar voordat we beginnen met het begin, willen een aantal mensen nog hun ei kwijt. Ja, Matthäus, hij gaat zo direct een openingsmonoloog doen. Dat wilde hij heel erg graag. Wij vonden het allemaal niet zo'n goed idee, maar Matthäus wilde het per se doen. Matthäus wil namelijk heel erg graag acteur worden. Dat vinden wij allemaal heel stoer van hem. Zeker. Alleen is Matthäus' opvatting van theater en acteren een beetje... ouderwets. Ja. Daar is niks mis mee. Alleen het is wel jammer om zo te moeten beginnen. Dus... als hij zo begint en jullie denken, jeetje, wat een sloom begin van de voorstelling. Bedenk dan dat het heel erg dapper van Matthäus is om zich zo voor de leeuwen te werpen. Matthäus? De vloer is voor jou. Bij haar verliest het fakkellicht zijn kracht. Zij hangt tegen de wand aan van de nacht. Als in een ebbenhouten oor een edelsteen. Schoonheid over de aardse grenzen heen. Sneeuwwitte duif, dat licht, zo lichter laaien. Schamel zijn haar vriendinnen, doffe kraaien. Na deze dans wil ik haar hand aanraken. Mijn hand zal zo onaf de hemel smaken. Heb ik ooit lief gehad? Vergeet het ogen. Al wat ik ooit zag aan schoons, was maar gelogen. Oké. En toen stelde Zoe voor om met een persoonlijk verhaal te volgen. Dat vonden we allemaal niet zo'n goed idee. Omdat Zoe nogal de neiging heeft dat soort verhalen naar de privésfeer te trekken. Theater hoort een afstand te creëren en niet gaat over de privélevens van de acteurs. Maar Zoe stond erop. Ze gaat Zoe een zelfgeschreven tekst doen. En als u je dan afvraagt wat u met het stuk moet... is het goed om te bedenken dat het voor haar veel moeilijker is om te doen dan het voor jullie is om naar te kijken. Is er iemand die mij begrijpt? Op de dag dat mijn moeder mij in haar armen hield, vroeg ze zich hatelijk af hoe dit vreemde wezentje bij haar was gekomen. Mijn vader keek me aan met een blik zo koud. Ook mijn broertje richtte zijn ogen in afschuw ten hemel. Ik, in mijn kinderlijke onschuld, dacht, het is normaal. Het is normaal dat ik minder bolognese saus krijg dan hij. Minder speelgoed, minder liefde, tot het uitstorten van de rode vaas in mijn buik. Sinds die dag begrijp ik voor het eerst, fysiek, emotioneel en geestelijk, dat ik niet thuis hoor in het gezin waarin ik geboren ben. Genetisch wel. Maar qua temperament hoor ik heel ergens anders. Een weeskind ben ik. Eeuwig op zoek naar haar echte thuis. Even voor de duidelijkheid, Zoe heeft gewoon hele lieve ouders hoor. Waar zitten ze? Daar. Hoi vader van Zoe, hoi moeder van Zoe. Dankjewel. Vervolgens vonden Toering en Renske dat er een dans moest worden gedaan. Begrepen we wel. Alleen wisten we niet of zij... Mista kon gewoon veel beter dansen. Toeri en Renske zijn op motorisch niveau niet heel sterk. Maar dat vonden zij juist een heel mooi idee. Om zo de kwetsbaarheid van het lichaam te laten zien. Er is een verschil tussen kwetsbaarheid en gewoon niet kunnen dansen. Dus willen wij je vragen om deze choreografie te beschouwen als een dappere manier... om het
falen voelbaar te maken. Toeri en Renske, take it away. Oh ja, en Juliette wilde gitaar spelen. Ze wilde ook zingen, maar dat mocht echt niet. Lichaam en zijn biologie van schaamte. Verwarring, ongemak, ongeriefelijkheid en schroomvalligheid belichaamd. Het is niet dat deze jongen onhandig is. Of sloom. Of sociaal incapabel. Of motorisch gestoord. Maar er is iets met hem. Waardoor alles in zijn omgeving, persoon, dier, object, bij kans vergaat. Van genre. En hij zelf het meest. Als deze jongen opstaat, schaamt hij zich al. Zelfs als er geen vieze doekjes naast zijn bed liggen. Die liggen er ook nooit. Omdat de gedachte eraan ondraaglijk is. Maar de mogelijkheid van vieze doekjes alleen al doet hem het schaamrood op de kaak staan. Dat schaamrood van hem. Ach, zo bol. Zo gloeiend. Een mooiere kleurrood. Bestaat niet. In de ochtendbus naar school. Ongemak en ellende. De buschauffeur laat zijn wisselgat vallen. Omaatjes struikelen over hun krukken. Kantoorforensen verslikt zich proestend in een ochtendkoffie. En leerlingen laten voortdurend boeken uit de tas vallen. En hij zelf zet zich sidderend te schamen in het achterste hoekje van de bus. Net zo zit hij achter in de klas. Terwijl de leraar constant over zijn woorden struikelt. En zijn klasgenootjes de hele tijd zenuwachtige beentjes laten. Waar niemand echt om durft te lachen. Omdat iedereen door stille paniek bevangen is. En telkens, als iemand een bekertje koffie over iemand anders heen laat vallen, klinkt er een zacht koor van schuldbewuste spijtbetuigingen. Sorry.
Iedereen schaamt zich voor iedereen. Maar hij schaamt zich het meest. Met dat vlammende schaamrood van hem. Ach, ach, schaamte heeft er nog nooit zo fabuleus uitgezien. Maar hij kan de schaamte niet met trots dragen. Schaamte is als een loodzware last die hij meetorst. En iedereen in zijn omgeving gaat aan ons door. En hij het meest. Maar ik kan wel heel goed dansen, hoor. Onzekerheid en vertwijfeling. Ladies and gentlemen, welkom op het Leidse plein. Welcome at the Leidse Square. Waar zijn we? In de Apple Store. Op het Leidse plein. Eén groot glanzend ruimteschip waar alles perfect is. Volmaakt. Smutteloos. Perfectus. De ideale plek voor een date, vinden wij. Ja, dat vinden wij. Welkom op de allereerste date van Matthäus. En ook een hartelijk welkom op de allereerste date van Olivia. Hebben we al zweethandjes, beste mensen, want ik wel. Ik vind het zo romantisch. Wat Olivia niet weet, is dat Matthäus ieder uur, iedere minuut, iedere seconde aan haar denkt. Je kunt wel zeggen dat hij verliefd op haar is. In zijn ogen is Olivia een buitenaards prinsesje. Oh, zo zoet. Olivia heeft een heel erg leuk, casual-achtig appje gekregen van Matthäus. Hello Monkey, 12 uur, Apple, Leidse. Hij dacht, Apple, dat is cool, Leidse, dat is wereld. Hij is om 6 uur opgestaan, om een leuke outfit uit te zoeken. Ook Olivia is bloednerveus. Haar lievelingstrui zit in de was en ze heeft spijt van het koude broodje shawarma met tzatziki dat ze als ontbijt heeft gegeten. Shawarma met tzatziki. Shawarma met tzatziki. Shawarma met tzatziki. Want Matthäus heeft maar één doel vandaag. Olivia aanraken met zijn lippen. Oké, here we go. Act natural. Hi, hallo. Hi. Hi. Alles goed? Ça va, ça va.
Oké, dan. Leuk. Leuk. Water? Water. Water. Oh, joepie, gratis water. Ja, ik heb dorst. Oh, de dodelijke stilte. Dit is zo pijnlijk. Ik vind het romantisch. Sorry dat ik dat zei. Wat? Joepie, dat zeg ik anders nooit. Zitzak? Zei je iets? Zullen we op de zitzakken gaan? Oeh, de zitzakken. Goed ideetje, Mattie. Er is niets belangrijkers in zijn leven nu dan zijn eerste zoen. Na zijn eerste zoen kan hij pas echt beginnen met zijn leven. De wereld veroveren, symfonieën componeren, verbluffende uitvindingen doen. Hij kan niet wachten. Stil nou. Zo, ik zit. Ja, haha, ik ook. We zitten. Lekker. Wat? Zit je lekker? Jij? Heerlijk. En nu? Hoezo? Nou... Gewoon. Hoezo? Ben je, is niet goed? Ben je niet blij? Oh god. Ik kan hier echt niet meer mee. Oh god, hij wil het zo graag. Hij wordt er bijna agressief van. Kom op, Olivia, zeg iets leuks. Er is maar één antwoord mogelijk. Wat? Eén antwoord. Oké. Als je moet kiezen, wat zou je dan kiezen? Kunnen vliegen of gedachten kunnen lezen? Eén antwoord? Ja. Gedachten kunnen lezen. Oh. Nee, vliegen. Vliegen, ja. Ja, vliegen. Ja, vliegen. Ik ook ja, dus. Ja, ik ook. Ja, vliegen. Ja. Ja. Wat is er? Niks. Je hoofd is helemaal rood. Oh. Wil je nog een beetje water? Nee, blijf zitten. Oh. Ik bedoel, nee, dankjewel. Oei. Nog een vraag. Als je moet kiezen, wat zou je dan kiezen? Een babypanda vermoorden of een doos vol jonge katjes? Oh god. Een babypanda vermoorden. Ja? Nee, een doos vol jonge katjes. Ja, ik ook. Ja. 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 Ja? Ja. 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 Oh. Intermezzo. Oh boy, geen gemaar.
briefje. Die prikkelde als een sjaaltje. Garnaaltje, sandaaltje, met je gigantaaltje. Je moet me niet meer bellen, jezelf niet kwellen. Ik neem een ander nummer in de city in de summer. Alle eentjes zwemmen in het water, vallen al rieren, vallen al raren. Een eerlijke strijd tussen hetgeen wat we willen zeggen en wat we daadwerkelijk zeggen. Roxanne kwam 2 jaar geleden in een nieuwe klas terecht. Tijdens haar eerste les geschiedenis vroeg de leraar of iemand iets wist over de 80-jarige oorlog. Wat Roxanne had moeten zeggen was... Die duurde 80 jaar toch? Ik weet niet hoor. Maar in plaats daarvan zei ze... Nou, oorlog, oorlog? Het was niet zozeer een oorlog, meneer. Het was meer een... opstand van de Nederlandse gewesten tegen de machtige Spaanse koning Filip II, meneer. Er werd overigens niet continu gevochten die 80 jaar, meneer. Er waren ook lange periodes van wapenstilstand. Uiteindelijk werd onze republiek onafhankelijk en werden we een wereldmacht, meneer. De Gouden Eeuw, meneer! Renske had een paar maanden geleden, laten we zeggen, een oogje op een jongen. Vrij onverwacht vroeg hij haar mee naar de film. Wat ze wilde zeggen was... Wat een leuke verrassing, Dago. Ik ga graag een liedje met je mee naar de film. Ik heb het alleen wel heel druk. In plaats daarvan zei ze... Ja, mijn god, ja! Vroeg zeg. Renske en Dago, go to the movies. K-I-S-S-I-N-G! Blijf daar, ik moet even beginnen. Cor zit in een nieuwe klas. De eerste paar dagen kijkt hij de kat behoorlijk uit de boom. In de tweede week begint hij al wat mondiger te worden. Hij heeft zijn eerste gesprekken en hij profileert zich als geïnteresseerde luisteraar. Zijn klasgenoten beginnen hem steeds aardiger te vinden en vragen steeds vaker wat hij ergens van vindt. Op een ochtend voelt hij zich definitief opgenomen in hun midden. Hij loopt het volle schoolplein op en wil roepen... Hé, hey, stel het je bazen! Maar doet in plaats daarvan met een stem die plotseling overslaat. Hé, hey, stel het je pik bij. Zoe had vorig jaar in de lente een paar weken lang, laten we zeggen, aanspraak van een jongen. Toen ze merkte dat ze niet meer verliefd op hem was, vroeg ze hem langs te komen. Wat ze tegen hem wilde zeggen was... Schat.
Schatje, de afgelopen 2 weken vond ik erg leuk met je, maar ik denk dat we er toch mee moeten stoppen. Ik vind jou een ontzettend waardevol iemand, maar ik denk dat we alles eruit hebben gehaald wat erin zat. Het zou niet eerlijk zijn naar onszelf toe om nu nog door te gaan. Als je boos bent of me een tijdje niet wil zien, dan begrijp ik dat. Maar weet dat je altijd een speciale herinnering voor me zult zijn. In plaats daarvan zei ze... Schatje, ik maak het uit met je kut, toch? Ik bedoel, zag je het aankomen? Want ik niet. Nou ja, of wel natuurlijk. Ik bedoel, ik ben gewoon niet het juiste meisje voor jou nu op dit moment. Of eigenlijk nooit, maar daarom maak ik het niet uit. Ik krijg ademhalingsproblemen van jou, want je bent aanhankelijk. Ik ben ervoor naar de huisarts geweest en zij zei ook dat ik het uit moest maken. En ja, dat is gewoon... Zullen we naar mijn kamer gaan? Dago maakt graag mensen belachelijk door een zin te herhalen en daar je moeder voor te plaatsen. Zoals... Jeetje, mijn fiets heeft een lekke band. Je moeder heeft een lekke band. Of... Shit, mijn agenda is helemaal nat geworden. Je moeder is helemaal nat geworden. Een paar dagen geleden had hij een gesprek met een meisje die best wel leuk vond en wiens moeder een jaar daarvoor overleden was. Het meisje vertelde hem... Ik ben gek op kokosmacronen. Soms zou ik niets liever willen doen dan de hele dag kokosmacronen eten. Weet je waar ze lekkere kokosmacronen hebben? Bij bakkerij Suikerbuik. Wat hij had kunnen zeggen was... Wat een leuk verhaal. Of... Bedankt voor de tip. Of zelfs... Heb je zin om nu wat te gaan halen? In plaats daarvan zei hij... Je moeder heeft lekkere kokosmacronen. Terwijl Joëlle een anekdote aan het vertellen is, komt ze erachter dat ze een paar essentiële elementen uit het verhaal vergeten te vertellen is. Bovendien weet ze ook niet meer wat de clue van de anekdote is. De anekdote had zo moeten eindigen. En toen we eindelijk thuis kwamen, bleek het dinsdag te zijn. Maar in plaats daarvan zei ze... Nou, en toen waren we bij de winkel gekomen en toen had Teuntje opeens ontzettend veel zin in kroketten. Maar die hadden ze daar niet. Het zou ook raar zijn als ze in een winkel kroketten verkochten. Dus toen gingen we weer naar buiten. En Joris, die was daar ook bij, die lag daar dus. En toen, die was daar net toen wij daar waren, was hij die winkel binnengegaan. Toen had hij gezegd dat het zo benauwd was, toen was hij weer naar buiten gegaan. En toen was hij helemaal van zijn paadje af. Maar hij lag daar dus met een sinaasappel. En toen gingen wij weer naar binnen. En Eveline zei, die was daar niet bij. Nou, eerst wel, maar die had iets aan haar knie. En Teuntje, die had heel erg zin in kroketten, maar die hadden ze er niet. En Joris ging naar binnen om een sinaasappel te stelen. En6. Choreografie van sociaal wenselijke begroetingen in de openbare ruimte. Eén. Twee. Drie. Ja.
7. De verstikkende zegeningen van het ouderlijk gezag. Ga jij je haar nog voor je ogen dragen? Niemand die jouw mooie ogen nog ziet. Ik bak een taart op de dag dat ik jouw mooie ogen weer zie. Schatje, je bent nog jong. Je begrijpt op niets van jezelf. Toen ik zat als jij had ik helemaal geen puistjes. Ik had ook geen hamburgers en zo. Ik had een appel en ik zat vol. Zo ging dat. Jij hebt altijd honger. Dokter Martens, zijn dat niet van die schoenen voor mensen met een klompvoet? Niet? Oh, sorry. Mooi hoor. Kijk jullie wel uit voor schoolkamp? Je weet wat ik altijd zeg. Chlamydia, genitale verratten, gonorroe, hepatitis B, HIV, herpes, AIDS. Veel plezier, schattenbouten. Even over die profielfoto. We hebben er nachtmerries van die profielfoto. Je kijkt alsof je iemand wil vermoorden en dat eende bekkie. Moet dat? Zulke lippen heb jij helemaal niet. Dat gelooft niemand. Kijk. Vind je dit niet een mooie? Hier ben je lekker aan het slapen. Puur natuur. Ja, ik ben je moeder. Ik mag dat soort dingen doen. Lieverd, telefoon inleveren. Telefoon inleveren! We gaan in het bos wandelen en over gevoelens praten! Als je niks aardig te zeggen hebt, zeg dan maar helemaal niets, Renske. Oh ja, niet te vergeten, alsjeblieft en... Dankjewel te zeggen. Olivia, waarom zit je deur op slot? Ben je moeder hoor, je schaamt je toch niet voor mij? Ik heb die haartjes onder je okseltjes al lang gezien hoor. Ja, vroeger dacht ze dat ze, hoe heet die? Harry Potter was. Oh, toen is Harry Potter ook staan aan toe. Dat was zo cute. Avada Kedavra. Aqua Eructo. Lumos Solem. Conjurus infarctus, impedimenta, eet slakken. Ja, toch wel wat schattiger. Maar het is nu ook tijd voor Harry Potter nu. Iemand nog een wijntje? Ja, en dit is onze puberdochter en ze heeft nog geen vriendje. Grapje, schat, dat is zo serieus. Wat is er, Dago? Er is iets aan de hand met jou. Heeft het uitgemaakt? Die truttekop. Ach, het was toch een vies meisje. Ik vertrouw hem voor geen cent, dat vriendje van jou. Hij loopt als een krab en zijn haar is altijd nat. Oh, dat is gel. Godverdamme. Je bent zo mooi. Je kan ze allemaal krijgen. Ik ook vroeger. Maar ja, niemand die dat tegen me zei. Mista heeft hele grote oren. Kijk maar! Hoe het kan, is een raadsel. Zit niet in de familie. Je bent hetero, dat weten we. Maar je weet het nooit. Je hebt nog een... heel leven voor je. Oh, kijk nou! Oh, wacht even voor jongens. Ze begint al petrolletjes te krijgen. Oh. Toeri, heb jij op mijn iPad gezeten? Alles is anders. Dat heb jij gedaan. Dat ruik ik. Heb je je huiswerk al af? Awesome! 8,9 voor wiskunde. Awesome! Ruim je kamer even op. Als je... Awesome. Hoe was je visa? I heart you, Chicky. Nee, ik heb geen iPhone les nodig van jou. Doe het op mijn eigen manier. Dat meisje met een enorme bos haar. Dat was een geboren actrice. Zij knalde gewoon van het toneel af. Ik had later geld mee vrienden met acteren. Maar waarom had jij van die rare kleren? Moest dat? Had die meneer die kostuums deed, die wat beter naar jouw figuur kunnen kijken? Gisteren was alles chills, tjalla tjals, of was het chills, alright?
niet? Uitgenodigde gevoelens, hopelijk zonder emotionele consequenties. Als je in een club staat en een meisje wil versieren, moet je niet met je tong je bovenlip likken, maar je onderlippen. En je moet niet bijten op je onderlip, maar op je bovenlip. Beknopte samenvatting van een sociaal evenement met grote hoeveelheden paprika chips. Zoe heeft bedacht dat ze een feestje wilt geven. Ondanks dat ze verstandige meid is en meerdere malen heeft gezien dat het feestje gruwelijk af kan lopen. Haar moeder heeft een jaar lang aan haar kop zitten zeuren dat het zo'n leuk idee zou zijn om een avondje met haar vrienden te organiseren. En uiteindelijk heeft ze toegegeven. Arme sukkel. Renske is een paar jaar geleden hier naartoe verhuisd. Ze weigert in te zien dat mensen haar aardig kunnen vinden en beschouwt elke toenadering als een bedreiging. Het is het type meisje dat boos is, dat ze niet onder water kan ademen. Arme sukkel. Juliette wordt elke morgen wakker met enorm veel zin er weer een schitterende dag van te maken. Het liefst zou ze elke dag een verjaardagstaart als ontbijt willen hebben. Arme sukkel. Cor weet wel dat hij op de leeftijd is gekomen dat hij meer in contact moet komen met leeftijdsgenoten. Maar hij vindt de situatie zoals hij nu is eigenlijk wel best. Het liefst zit hij thuis met zijn ouders op de bank televisie te kijken of houdt hij een goed gesprek met hen. De liefde voor zijn ouders wordt alleen overtroffen door het ongemak wat hij voelt bij meisjes. Arme sukkel. Toeri is een aardige, behulpzame en sociale jongen. Maar een tijdje geleden kwam hij erachter dat hij meisjes leuk vond.
Vanaf dat moment wist hij dat zijn leven een onoverzichtelijke, ellendige chaos zou worden. Toch heeft hij wel besloten naar dit feestje te komen. Hij moest wel. Had het zo je beloofd. Succes, Tori. Oké, daar gaan we dan. Zij die zullen sterven groeten nu. Waarom doe ik dit ook alweer? Ik heb 10 verschillende playlists aangemaakt. Ik heb ze allemaal namen gegeven die corresponderen met waar de avond op dat moment behoefte aan heeft. 1. Ik weet niet hoe de avond gaat lopen, maar ik heb wel veel chips gekocht, playlist. Kom binnen en ik ben de eerste. Godsam, ik ben altijd de eerste. Dit feestje is nu al mislukt. Wat leuk dat je bent gekomen. Ja hoor, tuurlijk, echt niet. 2. Laat er in godsnaam binnen 3 minuten iemand anders komen, playlist. Is dit nu mijn leven? Een beetje het interieur staan bewonderen en ondertussen hopen dat er zo snel mogelijk iemand naar me toe komt die toch niet gaat praten? Woon je hier? Ja? Oh. 3. We zijn ons allemaal ontzettend bewust van onszelf en onze belachelijke outfit, playlist. En hier Daisy hier. Feestjes gaan me super gemakkelijk af. Kwestie van je heren hebben en hou erin stoppen. Hoppa, holla die hopsa, keetje. Hey! Jij zit nog niet klas bij Ding is een dingetje? Waarom dit? Ja nou en? Nee. Wat een leuk meisje. Ik moet naar de wc. Dan ga je toch, het is jouw huis. Ja. Kunnen jullie me roepen als er mensen komen? Ja, maar ik ben er toch? Ja toch? Hallo? Hallo? Zijn ze toch ook toch? Ja, gezellig! Hallo? 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 4. Ik heb net een glas cola gedronken en nu weet ik niet wat ik met mijn handen moet doen, playlist. Ben ik op tijd? Ben ik te laat? Of te vroeg? Moet ik wachten met binnenkomen? Ik kan niet tot heel laat blijven! Mijn vader zit buiten in de auto! Hij moet heel nodig naar de wc! Zo, hij zit al op de wc. Ha joh, hartstikke gezellig! De paprika chips zijn echt de max! Schiet me dood! 5. Door het eten van grote hoeveelheden paprika chips weet ik mezelf een houding te geven, playlist. Oké, rustig blijven, ademhalen. Het feestje is nog niet helemaal mislukt. Alles kan nog goed komen. Joehoe! Zoe, ik moet best wel nog naar de wc. Ik heb zeg maar een meisjesprobleem. Hartstikke tof! Oké, ik heb het helemaal bedacht. Dit is het eerste feestje van het jaar. Dit is de eerste serieus te nemen mogelijkheid om in contact te komen met de meisjes. Sorry, maar heb je ook iets waar ik niet allergisch voor ben? Nee. Dit feestje lijkt hier op een plaats delict waar zojuist de feestjes vermoord. Mijn vader moet echt best wel nodig! Hij vindt het stom dat hij niet mag binnenkomen. Hij is niet van plan te blijven hoor. Maar hij wil wel je ouders ontmoeten. Deze avond is fantastisch. Ik ben fantastisch. Wat een geweldig feestje. Misschien moet ik dat nog iets meer duidelijk maken. Ik vind het nu al een topfeest. Helemaal goed. We gaan het als volgt doen. We gaan hier een beetje interessant staan. We gaan grapjes maken, we gaan slimme dingen zeggen. En we gaan in gesprek komen met een meisje. 6. We weten allemaal dat we niet weten wat we moeten zeggen, playlist. Het hoeft niet meteen het knapste meisje te zijn, maar ze moet wel iets spannends hebben. Een beetje babbelen, een beetje de diepte in. Hier en daar een voorzichtige aanraking. Heb jij dat programma ook gezien? Nee, natuurlijk niet. Ik haat programma's. Ik wel! Haha, de vrouw die de trap afliep was echt heel raar en geweldig! Hahaha, ja, dat heb je al 4 keer verteld! Oh, sorry hoor, ja, soms ben ik gewoon een beetje enthousiast. Ja, mijn moeder wordt er soms echt helemaal tureluur van. Dan zegt de Sjoep, meid, ik ben gek op je, maar af en toe mag ik wel even een toontje lagen. Dan zeg ik altijd, mam, jij kan er anders ook wel wat van hoor. Ja, het is dat een gekke huisspel, zeg! Dit lijkt me, Sjoep, alles beter dan dit. 7. Iemand gaat met de moed der wanhoop een poging doen op de dansen, playlist. Oké dan, Renske. Tijgerin. Mag ik voor mijn vader even een bakje chips pakken? Vanavond sterf ik op een wc. Liedje wordt gedraaid. Word je schuifelen? Een beetje fluisteren in die zachte haren van haar. Zo van, weet je wel en weet je niet? Wat gebeurt dit? Wat gebeurt er mij? Ik wil niet eens aan het feestje komen! Wow! Dat ziet er echt
Heel duur rijk! Ach schat, het kan de beste overkomen. Hou je bek! Laat me met rust, ik haat iedereen! Oh schat, ze is helemaal verstuur. Misschien kan je ze even flink beetpakken. Oh, kom eens hier, jij kan hier even een knuffelmomentje hoor. Mijn vader moet echt heel erg nodig nu. Hij vindt het echt een beetje flauw dat hij niet even mag binnenkomen. En hij vindt de muziek ook niet zo leuk. Kan je wat anders opzetten? 8. Er zijn overigens nog steeds bedroevend weinig mensen op dit feestje playlist. Ik heb deze wc nooit echt de waarde bij te schatten. Ideale plek om een feestje door te brengen. Vooral als het je eigen feestje is. Het is zo heerlijk koel hier van binnen. En veilig. En rustig. Zo, nu zijn alleen wij er nog! Jezus, waarom zei hij dat? Wil hij met me zoenen of zo? Jezus, waarom zei ik dat? Straks gaat ze er nog iets van denken. Ik bedoel, mijn vader is er ook nog buiten. Maar wij zijn de enige twee. Hier! Hij wil me, ik voel het, hij wil me helemaal! En zo is het op de wc? Ja, gek! Ik ken haar eigenlijk helemaal niet zo goed. Onze moeders zijn bevriend met elkaar. Wat zeg ik? Hou je bek, lul. Oh, Juliette, is dit de avond dat je een vrouw gaat worden? Ik wilde eigenlijk helemaal niet naar dit feestje komen. Maar mijn moeder zei, ga nou maar, zo moet je nog eens wat mensen. Moeders zijn echt moeilijk, weet je wel. Wat gebeurt er? Ik zeg allemaal dingen die ik niet wil. Zeg. Wat een avond, ik gloei helemaal. Mijn lichaam staat in brand. 9. De avond neemt een onverwachte en bizarre wending playlist. Mijn vader kan je nog wel even een lift geven. Ja, super! En dan de gang op. Zodat niemand het ziet, maar natuurlijk wel nog even een vlugge blik van verstandhouding wisselen met deze of geen. En dan de trap op, de zoektocht naar de slaapkamer. Ik heb toch niet voor niets condooms gekocht? Ik moet er alleen nog wel even achter zien te komen hoe ze precies werken. Zo heerlijk stil hier. Kan ik maar altijd zo stil zijn. Geen gezeik aan mijn hoofd. Altijd stil, eeuwig rust. Alright, bovenbaas, je kan dit. Zet hem op, ouwe lul. Je bent erop te vreten. 10. Tijd om een einde aan dit feestje te breien, playlist. Hoi. Hallo. Wat doe je met die condooms? Waarom hel je op je eigen feestje? It's my party and I cry if I want to. Okay. Cry if I want to. Cry if I want to. Wil je dansen? You would cry too if it happened to you. Van een concludering van een afgeronde dramatische eenheid in aanwezigheid van vreemden. We zouden heel graag afscheid van jullie willen nemen, maar we weten alleen niet zo goed hoe we dat moeten doen. We kunnen de woorden er niet voor vinden. Het valt ook niet mee om afscheid te nemen. Zeker voor ons niet. Het liefst zouden we voor altijd samen willen blijven.
En dat we dan met z'n allen heel knus rondom een groot kampvuur gingen zitten. Met heel veel champagne. Om te vieren dat we elkaar hebben leren kennen. Dat we iets gedeeld hebben met elkaar. Dat we iets meer weten van elkaar. In de hoop dat deze avond niet zo vluchtig hoeft te zijn. En dat we straks niet allemaal verdwijnen in de eenzaamheid van de nacht. Diep. Ja. Toen stelde Olivia voor om een gedicht voor te dragen. We waren allemaal erg verbaasd dat Olivia gedichten schreef. Maar we vonden het wel allemaal heel erg dapper van Olivia. Dankjewel, Olivia.